Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Building Retail. Bouwen op Olympisch niveau. Welkom bij Tijd voor Volleybal, de volleybaltalkshow van Nederland, waarin ik samen met prominente volleyballers alles over de volleybalwereld bespreek. Leuk dat je kijkt en luistert. En of je nou een vaste TVV'er bent of voor de eerste keer kijkt of luistert, abonneer je even op ons YouTube-kanaal. We hebben altijd speciale gasten in de studio, maar deze keer een nog specialere gast, namelijk Jorik de Groot, volleyballer van het jaar 2023. We gaan het hebben over zijn volleybaljaar 2023, de prestaties en de kwalificatie richting Parijs 2024. Verder hebben we het over het succes van Active Living Orion, koploper in de Eredivisie Mannen, de transfermarkt die eind deze maand sluit en de terugkomst van Harry van der Brink aan de zijlijn bij Drijsma Dynamo Dames 1 en zijn verwachtingen voor de rest van het seizoen voor de Apeldoorners. Dit en meer bespreek ik met Jorik de Groot, professioneel beachvolleyballer bij Beach Team Nederland en winnaar van de Ingrid Viss Awards 2023 voor beste volleyballer van het jaar. Pim Kamps, technisch directeur van Active Living Orion en tweevoudig kampioen van Nederland als speler. En met Harry van der Brink, kersverse hoofdcoach van Drijsma Dynamo Dames 1. In Bellen met het Buitenland spreken we weer met de Oranje International over het huidige seizoen. Ik ben Jeffrey Klok en dan is het nu tijd, Pim, voor volleybal. Tong. We beginnen met het TVV-journaal, waarin we het volleybalnieuws van de afgelopen 2 weken samenvatten, zodat je in 1 klap bij bent over alles wat er speelt in de volleybalwereld. In de Eredivisie Dames staat Friso Snake nog steeds bovenaan en loopt 8 punten uit op de nummer 2. Zwolle, Assen, Apollo, Sliedrecht en Utrecht staan dicht bij elkaar en strijden om de plekken 2 tot en met 4 voor de kampioenspool. Dynamo, Peelpush en Activia volgen daarachter op een afstand en Voltena staat zonder punten onderaan. Dit komt mede door de puntenaftrek die zij kregen na het afzeggen van 2 wedstrijden voor de kerstperiode. Dan is er ook nog nieuws op het gebied van coaches. Sliedrechtse hoofdcoach Elroy Bezemer heeft voor 1 jaar bijgetekend bij Dames 1. Het wordt zijn 3e seizoen bij de regerend bekerwinnaar. Thijs Oosting vertrekt aan het einde van dit seizoen als hoofdtrainer van Dames 1 bij Apollo 8. Samen met zijn broer Bart vormde hij 8 jaar lang het trainersduo van de eredivisionist uit Borne. In die 8 jaar leverde hij een belangrijke bijdrage aan het sportieve succes van de eerste selectie. Hij legt zelf de reden van zijn vertrek uit. Nee, de reden dat ik stop na 8 jaar is omdat ik het echt al jaren doe. Eigenlijk alles heb meegemaakt in Nederland wat je meer zou kunnen maken. We zijn destijds gepromoveerd 7 jaar terug vanuit de topdivisie naar de eredivisie toe. Gelijk in het eerste jaar in de Eredivisie hebben we de finale van de beker gehaald. Vanaf het jaar daarna speelden we vaak om plek 1, 2, 3. Beker gewonnen in 2021, dat was een mooie. Daarna Europees volleybal gespeeld. Tenerife gehad, Porto gehad. Porto waren de profs, uit 3-0 eraf. Dik ook. En toen thuis voor 1000 man in de Veste. 3-0 winst. En uiteindelijk de golden set verloren met 15-11. Dus dat zijn dingen die je meeneemt voor de rest van je leven. Een hele goede samenwerking gehad met de jongens in de staf. Het bestuur stond altijd achter ons, een hele mooie club. Ik ga zeker de meiden missen, ik ga de jongens uit de staf missen. Maar ik heb een fulltime baan ernaast, 3 kleine kinderen. En het kost me 1 uur of 20 tot 25 per week. En al die jaren is het goed om iets meer tijd te gaan nemen voor thuis en alle andere dingen die ook belangrijk zijn in het leven. In de West City Eredivisie Mannen is Active Living Orion met kop en schouder koploper en het team van dit moment. Nog maar 1 wedstrijd ging er dit seizoen verloren. Drijsma Dynamo, Novatec Lycurgus en Numidia VC Limax completeren de top 4. Sliedrecht Sport, Simplex SSS, Focasa en Zevenhuizen volgen op plek 5 tot en met 8. En Primadonna Kaashuizen en het talentteam Papendal sluiten de ranglijst. Bij de mannen nog een aantal transfers. Sjoerd Hogendoorn ging van topdivisionist Vives naar Primadonna Kaashuizen. Alex Meijs is overgegaan van PDK naar Active Living Orion. Ook heeft Orion de Tsjech Lubos Bartunek aangetrokken om de blessure van Liam McCluskey op te vangen. En de opvallendste transfer was van Jelte Maan. De 200-voudige international en voormalig aanvoerder van Mazeik keert na 2,5 jaar volleybalpensioen terug op het veld en sluit als libero aan bij Numidia VC Limax. In de Nationale Beker zijn de kwartfinales bekend. Beide landskampioenen liggen uit het bekertoernooi. De Hollandspot en zo VV Utrecht knikken de Friso Snake uit de beker en Numidia VC Limax bezorgde Drijsma Dynamo een koude douche. Sliedrecht Sport is nog met maar liefst 4 teams vertegenwoordigd in de Nationale Beker. Zowel Dames 1, Dames 2, Heren 1 en Heren 2 zijn nog in de race voor de bekerfinale in Den Bosch op 1 april. Assistentcoach van Heren 1 en Sliedrecht Sporter in hart en nieren Frank Vlot vertelt over de verwachting. Als je naar Dames kijkt tegen Utrecht, schat ik een beetje 50-50. Uit hebben ze verloren, thuis hebben ze gewonnen in de competitie. Ja, Dames 2 zal normaliter verliezen tegen een Assen. Heren 2, verwacht ik eigenlijk hetzelfde verhaal tegen Limax. Gewoon topteam in de Eredivisie. Ja, en ik verwacht natuurlijk met mijn positieve pet op dat wij van SSS gaan winnen. En wij tegen Limax in de halve finale gaan spelen.
Onze nationale jeugdteams kwamen afgelopen 2 weken in actie. De Jong Oranje meiden onder leiding van Erik Meijer en de nieuw aangestelde assistentcoach Marco Klok namen deel aan het WESA-toernooi op het Italiaanse eiland Sicilië. De meiden werden 4e nadat de strijd om het brons met 1-3 verloren ging tegen België. Sjaki Donkers, diagonaal bij Sliedrecht Sport in de Eredivisie en speelster van de Jong Oranje meiden, maakte een vlog over hun week voor ons. Voor meer vlogs van Sjaki kijk je op hun Instagram met de meest creatieve handle die er is. Hoi mensen, ook namens mijn moeder is hun Instagram, dus ze kunnen zeker op. De Jeugd Oranje meiden werden ook 4e. De Jeugd Oranje jongens werden op hun toernooi 7e. En de Jong Oranje jongens 1e. Hoofdcoach Arnold van Rey vertelt over een tumultueuze week met veel personeelsproblemen. Wat gedurende de week bleek is na 2 5-setters op maandag en dinsdag tegen respectievelijk Spanje en Zwitserland. Bleek dat er ook een virus rondging op het toernooi. Een aantal jongens van ons heeft daar serieus last van gekregen. Eentje moest zelfs voortijdig het toernooi verlaten. En uit mijn hoofd 3 à 4 kampten in meer of mindere mate met klachten gedurende het toernooi. Ja, en als je dan weet dat je op een van de laatste dagen speelt met je libero op een paarse looppositie, dan staat de selectie behoorlijk onder druk. Dus in aansluiting daarbij was ook nog wat echt fysieke problematiek rondom schouders en enkels. Dus dat was interessant, zwaar en heeft niet opgeleverd wat we wilden. Alle teams krijgen in april nog een nieuwe kans op kwalificatie voor de EK's. We eindigen weer met een stukje TVV Boulevard. Oud-international en speelster van het Italiaanse Imoco Volley, Robin de Kruijf, is met Oud en Nieuw ten huwelijk gevraagd door haar Australische vriend. In de laatste aflevering van de Over de Topcast vertelt Robin meer over het aanzoek. En natuurlijk niet te missen was mijn eigen verloving op Instagram. Ik ga trouwen en het wordt een klein beetje een TVV-huwelijk. Want mijn verloofde is ook de regisseur van dit programma. En ik neem jullie mee, even mee achter de schermen. Dus dat doen we als volgt. Dan pak ik even mijn camera, mijn iPhone-camera erbij, want dan ga ik jullie mijn vriend laten zien. Dan gaan we wisselen. Knippen we hier naartoe. Doe gewoon zo. Hier zitten we nog met de gasten. En dan loop ik uit onze studio. Hier bij het prachtige Sportworks in Utrecht. En dan gaan we naar de regie toe. Normaal houden ze er niet van. Ik heb ze een beetje moeten forceren. Want ze zitten liever achter de schaal. Mensen, zwaai even. Dit is mijn vriend, Hanjo Lamberts. Hij selecteert de beelden. Dus hier kan je nog steeds de studio zien. En met de 3 gasten waar we nu naar terug gaan. Jongens, tot later. Doei. Dat was het leuke nieuws voor de afgelopen week. Beetje mijn momentje. Dus dat vind ik wel leuk om met jullie te delen. Dan schakelen we weer terug naar de studio. Zo, de magie van monteren. En tot zover het laatste volleybalnieuws. We gaan de wensmomenten van de week bespreken. Gesponsord door Wens Uitvaart. Opmerkelijke, grappige of veelzeggende momenten van afgelopen tijd. Harry, jij wou nog even verder ingaan op het stoppen van Apollo-hoofdcoach Thijs Oosting. Ja, het is een klein berichtje wat je dan voorbij ziet komen. En Thijs, samen met zijn broer, in ieder geval 8 jaar lang Apollo-trainer geweest. Veel tijd en energie ingestopt en om de gebruikelijke redenen eigenlijk gestopt. Een klein bericht, maar er zit een heel verhaal achter. En soms zie je mooie momenten in het volleybal, maar dit zijn ook deels mooie momenten. Hij heeft het zelf ook over mooie ervaringen die hij heeft meegemaakt. En het was voor mij veelzeggend. En gebruikelijk dan bedoel je eigenlijk dat je als trainer, als ik hem dan even invul, als trainer op een gegeven moment op het punt komt dat het misschien fulltime niet meer te combineren is en je andere keuzes moet maken en dan kiest voor je
fulltime baan die je ernaast hebt. Ja, ik denk dat dat ook deels gezin, hè, geeft hij ook aan. En deels het is niet te combineren dan met je baan. En het is nog steeds niet zo dat je in Nederland echt als fulltime trainer aan de bak moet. Of je moet echt 60 uur als volleybaltrainer aan de bak gaan om echt voor elkaar te krijgen. Dus dat is, dat is een gegeven. Maar het is mooi dat zo iemand zijn passie heeft beleefd en daar vol voor is gegaan en de succes ook mee heeft gepakt. En zit er een verschil? Ja, het antwoord is eigenlijk ja, maar daar zit dus ook een verschil in tussen de Eredivisie dames en de Eredivisie heren. Want Pim, je bent de technisch directeur van Active Living Orion. Dirk Spijderdans is jullie coach. Lukt het om hem een fulltime aanstelling te geven? Wat is de situatie bij jullie? Ja, hij is gewoon fulltime bij ons in dienst en hij. Hij focust zich volledig op het volleybal bij ons en op het trainerschap. Dus dat, het kan wel, maar daar zit inderdaad, gok ik zo, wat budgettaire verschillen in. Ja, want wat voor budgetten moeten we denken bij de dames, Harry? Kun je daar iets over zeggen? Als je bij de dames kijkt, en ik heb vorig jaar bij Snake natuurlijk en dit jaar dan bij Dynamo. Ik vind het altijd typerend dat ze zeggen, ja, even de meiden die we hebben vervoer voor ze geregeld en ze hebben een autootje. En we hebben ook een huis geregeld. En dan ga je verder praten en zeggen ze, ja, maar ze moeten wel gewoon zelf huur betalen. Dat is dan minder dan wat ze normaal iemand aan huur betaalt. Maar er zit gewoon een hoop kosten in. De meeste dames studeren, dus moeten het ook nog een beetje van een studiebeurs hebben. Maar echt verdienen met het volleyballen, dat doen ze niet. En Apollo, een club in de top 3. Thijs, die zei, het budget van de club is ongeveer 120.000 voor één seizoen. Hoe is dat te vergelijken met het budget van Orion, Pim? Wij zitten op om de beide 4 ton. Dat is eigenlijk 3,5 keer zoveel. En dan zijn dit natuurlijk allemaal dingen die, dat zijn de volgende stappen die je langzaam gaat zetten. Ik vind het hartstikke logisch klinken. Wij komen uit een verleden natuurlijk ook vanuit een situatie waarin we de dingen die we nu doen niet konden doen. Waarin iedereen ook dingen combineerde. Maar ja, dat zijn wel de volgende stappen naar een professionele organisatie. Ook voor je spelers die natuurlijk uiteindelijk het belangrijkste zijn waar je in investeert. Houd dat op wanneer je niet gewoon daarvan kan leven. Dus je moet gewoon een volwaardige baan kunnen krijgen in het volleybal om dat langere tijd te kunnen doen in Nederland. Want anders maakt iedereen een stap naar het buitenland. En misschien dat het bij de dames nog anders is en dat ze eerder stoppen. Dat zie je natuurlijk ook veel in de speelster zelf. Je ziet bij de dames ook wel dat ze graag naar het buitenland gaan. Maar ze zien dat echt als avontuurtje. En ook de betalingen in het buitenland zijn dan een paar uitzonderingen daar. Maar de meeste zijn, die kunnen dan net in de onderhoud voorzien. En that's it, die houden daar niks aan over. En ik denk wel, er is echt wel wat gaande ook met de bond. Hè, die wat meer eisen stelt aan de budgetten en dat soort dingen. Maar je ziet ook nog heel veel bij verenigingen. De budgetten die gaan op aan zaalhuur en aan randvoorwaarden. En heel veel, er gaat sowieso veel geld in. Maar nog eigenlijk heel weinig aan speelsters. Als ik echt naar de dames kijk. En maar zou deze trainer door zijn gegaan als die betaald zou zijn voor het volleybal? Nou, dat kan ik niet voor hem inschatten. Maar ik denk wel dat hij heeft zijn passie gevolgd. Als ik zo het verhaal van de buitenkant zie. Naast zijn werk, 8 jaar lang meer dan 20 uur in de week geïnvesteerd in het volleyballen. En misschien als hij een halve baan had gehad. Iets meer betaald had. Dan was het misschien nog wel te doen. Maar dat moet ik voor hem invullen. Ja. Moet hij zelf zeggen. Nodigen we hem wel een keer uit. Dus oké. Mijn moment van de week was de rally in de wedstrijd de SSS Sliedrecht. 52 seconden maar liefst. Even kijken en genieten van het commentaar van Kees-Jan van Garderen en Bas Bloem, vrienden van de show. Het begint allemaal met die service van Niek. Come on, boy. Goed weer, hoor. Goed. Ja, goed. Oh, goed erbij. Michael. Good one. Oh, big block. Goed dicht. Ja, maar is weer geblokkeerd. Ik had die niet geblokkeerd, ja, netjes, maar goed. Oh, kom op, brengen. Ja, nee, die moet aan het dat net liggen. Netjes. En nu boom. Ja, verdedigen. Ja, lekker. Oh, en weer een bal. Verdedigen omhoog. Overname zit. Ja. Oh, hij legt hem neer. Hoeft niet alles hard te zijn, maar deze scoort niet. Kom aan, boys. Ja, nou terug. Driemansblok. Weer dicht. Oh, in het midden. Ja, omhoog. Nou, naar de buitenkant. Nou, buitenkant. Boom. Hit it, you. Yes, oh, nice nog hit. Nog niet. Oh. En nu dan. Ja, nog een keer verdedigd. Dit is de langste rally van het seizoen. Kom op, Stijn.
Yes. Yes. Dit is de langste rally van het weekend, dat weet ik zeker. Dames, volleybal is er niets bij, Kees Jan. Sorry, hoor. Maar dan zie je het gewoon... Het publiek gaat uit zijn dak. Ik kan hier wel van genieten. Niet alleen van die rally, maar ook gewoon van het commentaar is toch mooi. Het is bijzonder dat de audio er niet uitklapt bij hun. Nee, maar dat de matchpoint vorige keer klapt het eruit. Ja, dat klopt. En ik vind het wel leuk. Zij doen het commentaar af en toe in het Engels voor de ouders van de buitenlandse spelers die kijken. Dat heeft ook een klein beetje zijn charmes. Dat valt wel op in ieder geval, ja. Pim, wat wil jij graag bespreken? Nou, ik wil het graag hebben over... Wij hadden afgelopen vrijdag een wedstrijd tegen PDK Huizen. Als je terugkijkt naar de jaren, zijn dat momenten waarin de hal... als er dan 150 mensen komen kijken, de trouwe supporters... dan zijn we daar blij mee. En wij hadden afgelopen vrijdag voorafgaand aan de wedstrijd wat georganiseerd. Waardoor er een heleboel... Er was een volleybaltoernooi voor sponsoren. Die was druk bezocht. En die zijn bij de wedstrijd daarna natuurlijk even eten en dan bij de wedstrijd kijken. Maar het zat in één keer bomvol. Okay. En dat viel mij enorm op. Dat is iets waarin ik denk, ja, loon naar werken. Want we proberen van alles om die hal vol te hebben. En dat was mooi om te zien. En dat is gewoon een voor mij een soort bevestiging. Ook als we de wedstrijden van jullie nu natuurlijk zien. Het groeit en de aandacht groeit. Ook wat er gebeurt natuurlijk met de Eredivisie als product zelf. En dat moeten we vol zien te houden. Want we gaan echt wel weer de momenten beleven dat de hal overal nergens uitverkocht raakt. Je zag het net bij SSS ook in het filmpje. En jullie doen dan organiseren zoiets, doen heel veel moeite om die mensen binnen te krijgen. En dan is altijd eigenlijk de hoop van een club dat die mensen dan een beetje aangeraakt worden door het virus. En denken, ik kom de volgende keer weer terug zonder dat er dan weer een bedrijventoernooi is bijvoorbeeld. Wat verwacht je daarvan, zeg maar? Ik heb altijd geleerd dat hoop, uitgestelde teleurstelling is. Okay. Je moet dus de volgende keer gewoon weer iets organiseren. En eindeloos door blijven gaan met die energie erin steken. Het resulteert nu wel... in dat naast wat we georganiseerd hadden... er niet maar 150 mensen zaten, maar meer. En dat is een begin. Maar het gaat er uiteindelijk om dat je hetzelfde continu blijft doen. En dan niet hetzelfde volleybaltoernooi elke keer. Maar dingen organiseren om mensen naar de hal te trekken. En dan niet af zitten wachten van... zouden ze de volgende keer terugkomen? Nee, gelijk weer wat organiseren waar mensen uiteindelijk denken... van hey, daar wil ik eigenlijk wel vaker naartoe en daar wil ik bij zijn... En dat gaat goed. Dus dat vind ik tof om te zien. Beloofd. Leuk. Jorik, jij wilde iets bespreken waar jullie nu veel mee bezig zijn op training. Ja, dat klopt. Ik dacht, het is wel zo leuk als ik hier iets over beachvolleybal vertel natuurlijk. Daarvoor ben ik hier. Helaas zijn er op dit moment geen toernooien. Dus dat wordt dan trainingsmateriaal. Maar inderdaad, wij zijn een beetje eigenlijk noodgedwongen. Doordat twee Zweden begonnen zijn met het veranderen van het beachvolleybalspel. Noodgedwongen om daaraan mee aan te passen. En daar oplossingen voor te vinden. Welke Zweden zijn dit? Amon Helvig, de Europese kampioen. Waar wij de EK-finale van verloren hebben dit jaar. En ik moet zeggen, ik heb behoorlijk wat wedstrijden inmiddels van ze verloren. Want het is mijn leeftijdsgenoten. Dus met Matthew in de jeugd heb ik genoeg deze gespeeld ook. En die zijn eigenlijk begonnen met sprongsetjes, met twee slagen. Met het versnellen van het spel. Wat het traditionele beachvolleybal is toch in drie keer aanvallen. Wat hogere sets naar de buitenkant. Dat hebben zij eigenlijk compleet omgegooid. Door heel veel de tweede bal te slaan. En heel veel met tempospel om te lopen. Waardoor het voor een blokkeerder... ongelooflijk moeilijk wordt van waar ga ik springen? Ga ik bij de spelverdeler springen of ga ik naar de aanvallen toe? En zij zijn er dusdanig goed in. En het is er zo effectief dat heel veel teams dit op hun manier over proberen te nemen. Waardoor als je kan zeggen, oké, het is misschien één team wat dit doet... dat je zegt, oké, we laten het gaan en we accepteren het. Maar ja, als beachvolleybal die kant op gaat, zullen we daarin mee moeten gaan. En dan train je daarop, zeg maar, train je om hetzelfde te doen als hun... of train je om daar een antwoord op te kunnen bieden? Ja, nou, eigenlijk een beetje van beide. Want wij kunnen ook een deel in het spel versnellen... is gewoon ongelooflijk effectief, helemaal in transitie aanvallen. Dus dat deel proberen wij er zelf uit te halen. Maar wat zij creëren is eigenlijk een hele hoop chaos aan onze kant... Omdat je niet weet wie hem gaat aanvallen of niet weet waar de set heen gaat of ze hem wel of niet slaan.
En daar proberen we op dit moment eigenlijk een zo goed mogelijk systeem tegen te verzinnen. Dat we in ieder geval zo duidelijk mogelijk hebben wie verantwoordelijk is voor welke kant van het veld. Dus nou, ik speel dan met Stefan. Dus dat we dan van tevoren afspreken dat hij bijvoorbeeld verantwoordelijk is voor de rechterkant van het veld. Ik de linkerkant van het veld. En dat natuurlijk in verschillende situaties en daarin verschillende ideeën. Ja, want wat zij dus dan doen is om die tweede bal, er wordt verdedigd of er wordt gepaast. Die tweede bal gaan zij dan in een aanloop en een sprong zetten. Maar ja, tegelijkertijd kunnen ze hem ook doorslaan. En ja, dat doen ze ook heel vaak. Want het gebeurt wel vaker dat iemand dat doet. Of de blokkeerder. Maar dit doen zij eigenlijk systematisch of heel vaak. En om dan in te schatten, gaat hij hem slaan en wat doen we dan? Of gaat hij zetten en wat doen we in dat geval? Ja, precies. Kijk, heel simpel gezegd, als Stefan consequent naar de aanvallen toe loopt. Dus op degene die we serveren. Ja, dat zien ze. Dus dan als de paas op het net ligt, dan krijgen we consequent de tweede bal om ons oren. Dus ja, daar zullen we iets op moeten verzinnen. Kijk, als Stefan consequent naar de spelverdeler te veel loopt, ja, dan krijgen we een sprongzet op onze oren. Dus wat we nu proberen is in ieder geval voor elkaar te krijgen dat we nooit aan dezelfde kant van het veld zitten. Dus dat Stefan, zoals ik net zei, dan bijvoorbeeld verantwoordelijk is voor de linkerkant van het veld, zodat ik dan aan de rechterkant van het veld zit. Dat als we dan weggespeeld worden, dat we in ieder geval niet allebei in dezelfde hoek zitten. Want dan is een heel stuk van het veld is vrij voor die jongens om te scoren. Interessant. Dan gaan we jouw jaar bespreken, Jorik. Het jaar van Jorik de Groot. Het hoogtepunt was natuurlijk de bijzondere zilveren medaille tijdens het EK beachvolleybal samen met Leon Luini. Het gelegenheidsduo speelde een ongekend sterk toernooi en de finale werd bereikt. In de kwartfinale werd overigens Olympisch kampioen Mol Seurum verslagen. De Groot stond daarnaast later samen met zijn vaste partner Boermans van de 5 elite 16 toernooien tweemaal in de halve finale en werd ze vijfde op het WK. Met 550 stemmen kreeg hij de meeste steun van iedereen tijdens deze Ingrid Visser Awards. De vakjury was het unaniem eens met het publiek en de Groot kreeg van hen het grootste percentage. De jury gaf na de Groot aanvoerder van Oranje Nimir Abdelaziz en vervolgens Wouter ter Maat het meeste krediet. Jorik de Groot is daarom met een totaal van 41% winnaar geworden van de Ingrid Visser Awards. Abdelaziz en ter Maat maken de top 3 compleet met 31% en 16%. Jorik, hoe kijk jij terug op jouw jaar 2023? Ja, eigenlijk wat je zelf net zei, heel bijzonder. Vooral met de prestaties die we uiteindelijk gehaald hebben. Maar ook omdat ik in januari natuurlijk eigenlijk nog niet wist hoe überhaupt het seizoen zou gaan lopen. Komt ik terug van een rugblessure, een hele vervelende rugblessure. Dus eigenlijk begon ik dit jaar met het feit dat ik al lang blij was dat ik überhaupt weer kon volleyballen. Want dat was niet zeker op dat moment. Ja, want jouw jaar 2022 werd gekenmerkt door die rugblessure en onzekerheden in toernooien die gespeeld werden. En het verloop van dat jaar en die zomer. Ja, ja, zeker. Volgens mij uit mijn hoofd gezegd in maart kreeg ik last van een rughernia, een middenrughernia. Op een hele vervelende plek die ze niet konden opereren. En eigenlijk ook niet zo goed wisten hoe ze die nou het meest effectief konden behandelen. Behalve met genoeg rust nemen en hopen dat het overgaat. Tegen beter weten in misschien. Maar uiteindelijk, ik denk in december ben ik weer in het zand gegaan naar een heel lang revalidatieproject met de fysio. En toen hebben we uiteindelijk gewoon gezegd, nou, we gaan het gewoon proberen, omdat het steeds wel wat beter ging. En ik ben begonnen met langzaam een balletje tennis, omdat ik met rotaties heel veel klachten kreeg. Nou ja, dat ging steeds wat beter. En vanuit daar hebben we dat toen uitgebouwd naar steeds weer wat in het zand. Want ik heb uiteindelijk denk ik echt 8 of 9 maanden of zo niet in het zand gestaan. Ja, buiten het feit dat je dan natuurlijk met je rug zit. Als je zo lang niet sport, dan is je hele conditie en alles andere. Moet je ook weer opnieuw opbouwen. Ja, en je moet oppassen dat je niet dan je schouder of je knieën om zeep helpt op die manier. Dus dat was met alles eigenlijk een beetje oppassen. Maar dat ging eigenlijk allemaal wel goed, natuurlijk hier en daar een terugval, maar niet zo erg dat het allemaal niet verder kon. En toen volgens mij vanaf januari hebben we gezegd, nou oké, we gaan het gewoon proberen, we gaan naar het eerste toernooi toe, dat was in maart in Mexico. En dan gaan we gewoon kijken of het goed gaat en dan zien we het vanaf daar wel. Dus dat is eigenlijk hoe het begon. En dan Maarten, dan had vervolgens dit jaar had jouw partner Stefan Boermans weer blessureproblemen. Waardoor je ook weer dus op het EK in Wenen met Leon Luini hebt gespeeld. Maar ik kan me voorstellen dat je dan misschien vanuit jezelf op een gegeven moment in de rit zit. En dan is dat ook wel een tegenslag. Omdat je als partner, als duo, ben je op elkaar ingespeeld. En doe je samen maak je samen de reis. Ja, zeker. En ook omdat alleen teamresultaten natuurlijk meetellen voor de Olympische ranglijst. Dus
Ja, dat was een behoorlijke tegenslag. Ook omdat we wonnen net zilver in La Paz. We werden vierde in Tepic om een elite in Mexico. We gingen naar Brazilië. Dat was het derde toernooi wat we dat jaar speelden. En eigenlijk begonnen de klachten van Stefan al. Dus dat was eigenlijk net op het moment dat ik zelf een beetje had van... Het gaat wel weer lukken dit jaar. Of ik heb genoeg vertrouwen dat ik weer het hele jaar vol kan houden volleyballen. Dat Stefan er tussenuit viel. Dus ja, dat was in dat opzicht heel vervelend. Verkozen tot beste volleyballer van Nederland van 2023, van het jaar. Waarom ben jij zo'n goede volleyballer? Misschien niet de beste, hoef je niet over jezelf te zeggen, maar wat maakt jou zo'n goede volleyballer in jouw eigen ogen? Oei. Bescheidenheid. Ik wou het net aanvullen. Hij is heel rustig en heel bescheiden. Ja, wat maakt mij een goede volleyballer? Ik zou zeggen dat ik technisch een goede basis heb. Dus dat ik op een hele hoop... dingen handig met een bal om kan gaan. Dat is ook een van de redenen waarom ik uiteindelijk ben gaan beachvolleyballen. Dat ik denk dat dat me iets beter ligt dan het hoge en het harde wat ze in de zaal vragen. Nou ja, en wat ik hoor van de meeste partners waar ik bij sta, is dat ik heel rustig in het veld ben. Dus dat draagt rust over. En we staan natuurlijk met beachvolleybal vergeleken met zaalvolleybal behoorlijk onder druk met z'n tweeën. Zonder wissels en zonder coach, waar niemand je gaat helpen. Dus ik denk en hoop dat dat in ieder geval één van de redenen is. Maar ik denk dat het misschien beter is voor anderen om daar iets over te zeggen. Nou, dan gaan we daar naar kijken. Je wist het nog niet, maar we hebben een aantal volleyballers gevraagd die jou heel goed kennen. Je bondscoach, je huidige partner, je gelegenheidspartner en nog twee verrassingen om te vertellen waarom jij zo'n goede volleyballer bent. Jorik, van harte gefeliciteerd met het winnen van de Ingrid Visser Award. Natuurlijk omdat je tweede bent geworden op het EK samen met Leon. Een prachtprestatie. Voor mij win je die prijs omdat je binnen de wereldtop een fantastische verdediger bent. De beste die er is. Daarnaast sla en serveer je voor zo'n klein ventje natuurlijk vreselijk hard. Ben je tactisch goed onderlegd. Maar wat ik ook echt belangrijk vind is dat je je partner beter laat spelen. Je staat er als een kerel naast. En ik denk dat de sliedrechtse nuchterheid je ook goed doet. Dus namens mij van harte gefeliciteerd. Nou, wat ik aan Jorik zo speciaal vind, is dat hij altijd zo rustig blijft. Hij is voor zijn leeftijd sowieso een hele slimme, verstandige jongen. Toen ik hem leerde kennen, dat was die toen nog 19 of net 20. Hij is heel intelligent naast de volleybal, in het veld ook. Hij is vooral altijd heel erg rustig, wat mij heel erg helpt om ook weer eens rustig te blijven en terug te gaan naar de situatie die wij in het spel nodig hebben. Dus als collega's, als maatjes in het veld, klikken wij echt heel goed. En daarbuiten is gewoon echt een topgozer om mee om te gaan. Heeft altijd wel wat leuks te vertellen. Helaas is die fan van Feyenoord, maar ja, daar kan hij ook niks aan doen. Echt een hartstikke leuke vent en ik hoop dat ik nog een paar jaar samen met hem mag genieten van het mooie spelletje in het zand. En wie weet wordt dat dit jaar al beloond met een leuk toernooi in Parijs. Dat gaan we zien, werken we hard voor. Hi Jorik, gefeliciteerd met het winnen van de Award voor Volleyballer van het jaar. Wat maak je nou eigenlijk zo'n goede volleyballer? Ik denk dat het hem vooral zit in de mentale kracht. Als het nou heel goed gaat of slecht, je krijgt altijd voor elkaar om redelijk rustig te blijven. En om het met jezelf en met je partner het vooral te hebben over de inhoud van het spel. En niet te duiken in emoties of andere bijzaken. Dat heeft mij heel erg geholpen op het EK. Dus dat was top. En ik zie je maandag trainen. Tot dan. Ja, wat Jorik een goede volleyballer maakt, is dat hij natuurlijk het geluk heeft dat hij kan afkijken bij zijn twee kleinere broertjes. Ja, het knappe aan Jorik is dat hij het nooit laat zien, al gaat het slecht en ook al gaat het goed, laat hij het nooit zien. En hij beweegt in het zand net alsof hij in de zaal staat. Jor, wij zijn trots op je, blijf zo doorgaan en dan komt het wel goed in Parijs. Eikel! Is eikel jullie dingetje? Nou, het zijn verschillende woorden, denk ik. Nee, leuk, ja. Hartstikke leuk. Hey, en we worden dus je bondscoach, je vaste partner Stefan Boermans, gelegenheidspartner Leo Luwini en je broertjes Luc en Mart de Groot. Je wordt geroemd om je veelzijdigheid, dat je heel veel kan. Ook je rust, dat zien we hier inderdaad terug. Je zei het al, hè? Het is heel gecontroleerd en rustig. En ook je mentale kracht, daar wil ik even op inzoomen. Want Leon zegt, je kan het goed over de inhoud hebben tijdens het spel en laat je niet meeslepen door emoties. Heb je dat altijd al gehad of heb je dat moeten leren? Hoe is dat tot stand gekomen? Nee, ik denk eigenlijk dat ik dat altijd al wel gehad heb. Dat ik
Ik ben niet zo heel... Ik ben redelijk vlak in een veld ook en met mijn emoties. Dus het is een heel groot contrast als ik met Stefan bijvoorbeeld in een veld sta. Want die gaat echt in pieken, in het vieren van punten. En, ja, hij is heel uitbundig en ook met het publiek heel erg bij betrokken. Ja. Ja, en ik heb dat gewoon een heel stuk minder. En het is niet dat ik niet blij ben met punten of dat ik niet, het niet vier. Of, maar ik bleef dat gewoon denk ik op een iets andere manier op dat moment. En dat zorgt er ook voor dat als het inderdaad wat minder gaat, dat ik... ja, vaak wel het overzicht houden om te zien of waardoor het minder gaat of wat we moeten veranderen om te zorgen dat het beter gaat. Ja, en ik denk dat dat waardevol is. Maar ik herinner me nog wel, wij hebben denk ik een paar potjes tegen elkaar gespeeld. Ja. Nou klinkt het net in de zaal, nog toen hij bij Slieren speelde. Maar alsof jij emotionele kikker bent, maar jij was juist in mijn ogen altijd een beetje een naar mannetje. Ja. En niet in wat je zei of wat je deed, maar gewoon in je houding die je had. Ja. Dus ik herken naar mannetje, hoe bedoel je? Kun je dat nog weer typeren? Iemand die, ik vind arrogant altijd een goed woord. Je had wel wat arrogantie over je, ook omdat je gewoon beter was dan de rest. En dat was juist heel irritant om tegen te spelen. Ik herken je niet als een soort van, oh, daar kom je niet binnen. Nee. Ik denk ook vast wel een keer woorden gehad tegen elkaar. Dat denk ik ook wel. Ik moet wel zeggen dat beachvolleybal daarin een stuk anders is dan zaalvolleybal. En ik in de tijd dat ik zaalvolleybalde ook inderdaad wel een stuk meer op die manier met het spel bezig was. Maar ik denk dat ik buiten dat nog steeds... En waarom is beachvolleybal anders? Want je zegt dat is in het zand anders. Maar waarom is dat anders? Nou ja, omdat je hebt niet, ja, je hebt wel teams tegen elkaar, maar je staat niet met z'n zes in het veld. En er gebeurt niet zo snel, zoals met zaalvolleybal, dat je aan het ahoeren bent onder het net. Of dat gebeurt eigenlijk niet. Waarom het niet gebeurt, weet ik niet. Er zijn heus wel teams waar tegen het gebeurt. Maar ja, je bent maar met z'n tweeën. En het is zo, iedereen staat vaak mentaal, of je staat al zo onder druk, dat als je ook nog daardoor af laat leiden. Er zijn echt wel een aantal spelers die er beter door gaan spelen. Ik, toen ik indoor speelde, was ik denk ik iemand die daardoor ook echt wel beter ging spelen. Maar op het zand gebeurt dat echt wel een stuk minder dan dat dat in de zaal inderdaad gebeurt. Lijkt me dan niks voor jou, Pim, als er minder geouwehoerd wordt? Zeker niet. Nee. Ik heb het wel eens een keer geprobeerd, maar nee, dus dat was echt niks. Beach of op niks te zeggen? Nee, beach. Ja, dat is nooit gelukt. Ja, jij was als speler altijd wel bloedzuiger. Ja. Ik was natuurlijk niet overladen met al die kwaliteiten. Dus ik moest het ergens anders van hebben. En dat werkt uiteindelijk ook. Het gaat erom dat je iemand ook uit zijn spel kunt halen, toch? Ja. Ik hou er wel van. Ja. Ik doe het zelf ook. Ik wou zeggen, je kan er ook wel van. Ja, een klein beetje. Het grappige, dat is bij mannen volleybal veel meer als bij vrouwen volleybal. Want ik kwam vorig jaar dan bij Sneek en nu bij... toen zei ik ook op een gegeven moment van... die dames weten het wel van, nou, als die één keer niet scoort... nou, dan zit ze niet lekker in de wedstrijd. Ik zeg, oh, dan moet je dat gewoon even zeggen. Nou, dat is not done, hè, bij de dames. Daar zit dat veel minder in. Heel anders. Ja, ik heb bijvoorbeeld ook, als ik zo'n dameswedstrijd kijk... en er is dan een scheidsrechtersbeslissing... Dan zijn dames heel snel om te zeggen... dan lopen ze naar die bok toe, dan zeggen de scheids nee... en dan lopen ze weer weg. Ja, en dan denk ik, Nee, dat hoeft bij mannen gebeurt er dan wel echt iets anders, ja. Ja, ik denk dat je, als je gaat kijken, worden er veel meer kaarten uitgedeeld. Jullie hadden toevallig afgelopen weekend wel een kaart. Van Koten, Annazel, die kregen een kaart. Ja. Wel bij de scheidsrechter, maar... Ik denk dat er bij de mannen veel meer kaarten uitgedeeld zullen worden. Ja, dat geloof ik ook wel. En ik bedoel, soms is het ook... bij ons slaat het regelmatig natuurlijk de andere kant op. Hè, dat het een soort spelletje wordt. Dat het bijna niet oprecht is. Of dat je van iemand denkt... ja, als jij buiten het veld loopt, ben je helemaal niet zo. Dus het is soms ook natuurlijk gewoon een beetje geacteerd. Ja. En er zit misschien wat meer testosteron in zo'n team. Dat ook wat sneller tegen elkaar botst of zo. Ja. Ja. Er wordt van alles uit de kast gehaald om te winnen natuurlijk. Ja. En het psychologische spelletje speelt daarin zeker bij de mannen wat meer mee als bij de dames. Ja. Jorik, als we kijken naar 2024, wat staat er op de planning? Ja, wij hebben nu 7 resultaten gehaald. En je hebt er 12 nodig voor de Olympische ranglijst. Dus we moeten in ieder geval nog 15 nooit anders spelen. Kan je het sowieso niet halen, zeg maar. Als je 11 als team hebt, dan... Het maakt niet uit of je genoeg hebt. Nee, dus stel als je dan... Je moet in de top 17 staan van de wereldranglijst. Dus stel je staat dat met 11, 10 resultaten. Dan hou je het nog steeds niet. Nou is er wel een escape. Stel dat het geval wordt. Dan zou je altijd nog een Nederlandse eredivisie kunnen spelen. Waar je heel weinig internationale punten voor krijgt. Praktisch niks. Maar het telt wel als een toernooi. 12 toernooi, oké. Maar ja, het wordt vooral zaak dat we... Kijk, wij komen straks denk ik precies aan 12 toernooiresultaten. Misschien 13 als we geluk hebben. Dus elk toernooi wat wij spelen, daar staat de volle druk op om een Olympisch resultaat te halen.
Want we hebben gewoon niet veel ruimte om daarin iets mis te doen. Andere teams die hebben dit hele seizoen wel gespeeld, die komen op 17, 18 resultaten uit. Ja, die kunnen je beste 12 tellen. Dus die hebben 5, 6 resultaten om te verbeteren, als het ware. Ja, die luxe hebben wij niet. Ja, en de lastigheid, corrigeer me even als het niet goed is, maar er gaan 2 Nederlandse teams heen. Dus je strijdt ook nog onderling, zeg maar, met andere Nederlandse teams van BTN. Ja, zeker. Dus zou inderdaad ook een situatie kunnen komen waarin je met 3 Nederlandse teams in de top 17 staat. Ja, dan gaan inderdaad de hoogste 2 geplaatste. Ja. We gaan het volgen. Ik hoop het voor jullie op de Chandemars bij de Eiffeltoren. Een beetje in Parijs, de Olympische Spelen. Mooi. Jorik, dankjewel. Nogmaals gefeliciteerd met het winnen van volleyballen van dit jaar. Leuk feitje is, in 2020 won je al de volleybalkrant Talent van het Jaar Award. En het grappige is dat Sarah van Aalen toen tweede werd. En Sarah is nu de beste volleybalster van het jaar. Ik mocht hier nog de groetjes en de felicitaties van haar ontvangen, want we hebben haar ook even gesproken om te reageren op haar verkiezing tot volleybalster van het jaar. Ik vind het natuurlijk superleuk en ik voel me heel erg vereerd dat ik deze award in ontvangst heb mogen nemen. Ook wel grappig, omdat ik in het begin best wel twijfelde of ik überhaupt nationaal team had willen doen vanwege mijn studie. En uiteindelijk besloten om het toch te doen. En gelukkig heeft dat goed uitgepakt. Met als hoogtepunt van het jaar natuurlijk de bronzen medaille op het EK. Ik denk ook wel een lastige keuze tussen alle genomineerden. Omdat natuurlijk Nova heeft een super zomer gehad. Indy heeft het super goed gedaan. Nika is al jarenlang een van de beste speelsters. En natuurlijk Katja en Raisa die het in beachvolleybal super goed doen. Dus dat maakt het alleen maar nog specialer. En ik voel me heel erg vereerd dat ik deze award heb gewonnen. Dan over naar het succes van Orion, de koploper bij de mannen. Orion kent een fantastisch seizoen. Alleen tegen Numidia VC Limax werd er verloren in een 5-setter. Verder werd alles gewonnen. Orion staat nu koploper met 9 punten los. Pim Kams is technisch directeur van Active Living Orion en voormalig speler van de Doetinchemse formatie. In 2012 en 2019 won hij de landstitel en in 2017 de nationale beker. Nog even over jouw carrière als speler. Wat is voor jou het hoogtepunt geweest? Nou, ik kwam toevallig laatst een interviewtje tegen waarin ik zei dat 2012 voor mij het hoogtepunt was. Ondanks dat ik speelde toen niet. Daan van Halen was toen eerste spelverdeler. Maar het was een heel bijzonder jaar met allemaal jongens die daarna over heel Europa en nationaal team zeg maar stappen hebben gezet. Dat vond ik wel heel bijzonder, maar... Ja, 2019 als speler. Ik begon dat seizoen als paasloper. En halverwege hadden we zoiets van... Ja, er moet iets gebeuren, want anders wordt dit seizoen helemaal niks. Toen heb je geswitcht naar spelverdeler. Toen ben ik weer teruggegaan naar spelverdeler. Kwam Shalef Sada erbij uit Israël. Ja, toen lukte het in één keer. En dat was wel een bizar seizoen. Dat uiteindelijk is gelukt met alles wat daar gebeurde. Natuurlijk ook nog in die finale, waar iedereen nog altijd lekker fanatiek over kan. Nou, nu je er zelf over begint. Ik was niet van plan, maar hoe kijk je daar? Ik heb het al met Arjen Taai over gehad. Hè? Met mensen van Liqueurs natuurlijk, want die voelen zich dan bestolen. Want het gaat om de laatste server. Ik kan het fragmentje wel laten zien voor de mensen thuis. Ja, we hebben hem nu niet klaar, dus we monteren hem er wel overheen voor de mensen thuis. Laatste bal valt op de achterlijn in. Je ziet Joris Marcelis een beetje kijken van... hij is eigenlijk in, maar jullie juichen wel en jullie krijgen het punt mee. En later natuurlijk, het is nog niet... het was matchpoint, kampioenspoint voor Liqueurs. Die dachten kampioen te worden. Uiteindelijk krijgen jullie het punt en jullie worden kampioen in dat jaar. Het was de 5e wedstrijd. Hoe voelt dat vanaf de andere kant? Ja, je zegt nog even... wij kregen dat punt en werden kampioen. Zo was het natuurlijk niet. Daarna volgden er nog wat setpoints aan de Groningse kant. Dus tuurlijk viel die bal in. Tuurlijk, als die wordt gegeven, dan win je. Maar dat geldt voor een paar kansen daarvoor... die Wietse Kooistra's diagonaal toen niet maakte... Ja, ik vind het vooral natuurlijk, heb ik toen ook gezegd, daarna nog in een interview, hè, je kent me, zo zeg ik dat dan, heel kinderachtig dat er vanuit hun soort enorme oneerlijkheid werd gezet. Want dat gebeurt in een wedstrijd, je hebt 25 punten die je moet maken als team, dus bijna 50 punten in de set. En dat de laatste is heel zuur voor hun, maar daarna hebben ze nog kans zat gehad. Daarna winnen wij namelijk nog 2 sets. Of eigenlijk 2,5 met de 5e set erbij. Dus het is natuurlijk
het is verdiend. Want je moet uiteindelijk winnen doordat je die punten maakt volgens de spelregels. En die scheidsrechter die fluit en die bepaalt. En die ziet dat niet. Dus het voelt nog even verdiend, zeg maar, ja, dit kampioenschap als het andere. Weet je, met name als je dan achteraf zegt... Ik heb nog steeds het gevoel dat ik eigenlijk kampioen ben. Ja, daar heb ik natuurlijk helemaal niks mee. Dat vind ik wel mooi. Ja. Dit is mooi. Dit gaat gewoon blijven. Dit gaan we nog 10 jaar hebben, Pim. Ja, dit moment, dat weten we allemaal. Ik bedoel, Stijn helpt nu bij ons spelverdelen. Dus dat doen we natuurlijk aan de andere kant. Ja. Dus wij beginnen elke maandag op kantoor. Hij werkt bij mij op kantoor. Van Active Living. Punt, ja. Ja, even terugkijken en dan loopt hij weer weg. Dat doen jullie elke maandag? Nee. Okay. Ik dreig er altijd een beetje van. Okay. Goed, nu ben je technisch directeur. Wat houdt jouw rol in? Ik ben verantwoordelijk voor de teamsamenstelling. Dus staf en spelers. Wij hebben natuurlijk bij Active Living Orion aardig wat pet op. Wijnand is mijn compagnon bij Active Living. Voorzitter van Orion. Ik ben dus de technische man aan die kant. Dus samen doen we dat eigenlijk. En je bent bij Active Living ook operationeel directeur? Ja, ik ben dus samen met hem eigenaar. En ik ben nog operationeel actief. Hij niet meer daarin. Maar ik ben voor Orion in ieder geval. Hou ik me bezig met de teamsamenstelling. Maar dat gebeurt wel heel veel in samenspraak. Erik Maan assisteert mij er bijvoorbeeld ook bij. Dus dat doen we met een team. Zoals we heel veel met een team doen bij Orion. Alleen daar hoort dan een naampje bij. En dat is wat ik doe. Maar ik geef ook nog 1 keer in de week training aan het team. Want ik wilde na afloop van de afgelopen seizoen, waar het natuurlijk wat tegenviel op het eind, heb ik gezegd, ik wil wat dichter op het team zitten. En dat dichter dan... Is dat een beetje de controlerende persoonlijkheid die je hebt? Je had ook kunnen zeggen, heel kort door de bocht, je stuurt de trainer weg en je zet er een andere trainer neer. Als het daar dus aan ligt, als jij het gevoel hebt, ik moet op deze manier draag ik daaraan bij en kan ik controle uitoefenen door er 1 keer per week te zijn, dan ligt daar dus blijkbaar een probleem. Maar je had ook een andere beslissing kunnen nemen. Ja, je kunt allerlei beslissingen nemen, maar ik kijk daarbij altijd het liefst eerst naar mezelf. Ik doe dit ook heel erg omdat ik het leuk vind. En ik wil ook graag kijken wanneer vind ik het eigenlijk het leukst. En dat is, ik ben heel lang speler geweest en ik wilde in dat veld gebeurt het. Niet daarboven op de tribune waar je zit te kijken en een beetje chagrijnig zit te zijn als het slecht gaat. Ik wil daar heel dicht tegenaan zitten. En dat is op een training. Okay. En dat kwam goed uit. En dan heb je ook binding met de spelers. Want uiteindelijk doen die spelers natuurlijk datgene wat nodig is om te winnen. En als je daar een beetje meer invloed op kan uitoefenen, dan doe ik dat graag. Ja. En nu met kop en schouder bovenaan. Wat maken jullie spelersgroep, wat maken jullie team zo sterk? Wat is jullie kracht of krachten? Ja, we staan bovenaan, maar je kent het seizoen, hè. Het begint straks weer opnieuw. We hebben 1 puntje voorsprong als we eerst eindigen op de nummer 2 in de volgende ronde. Dus natuurlijk, dat krijg je als je gaat winnen. We staan eigenlijk al, als ik terugkijk, al 2 seizoenen op deze manier erop. En al 2 seizoenen... 3? Ja, de vorige 2. Ja, dus de vorige 2, sorry. En we staan zonder prijzen. Dus ik vind zeker niet dat we met kop en schouders bovenuit stijgen. Ik vind dat het in de top spannend is. En ik vind dat je ziet dat andere topteams misschien links en rechts nog wel een steekje laten vallen. Maar die komen er wel weer. Want we weten allemaal, Dynamo is al 3 jaar op rij kampioen. Dus wat mij betreft zijn zij daarin nog steeds gewoon voor ons in ieder geval een team om te gaan verslaan als het erom gaat. Dus dan speel je een beetje de underdog, maar dat zijn jullie nu niet. Jullie zijn het team to beat. Jullie hebben alleen tegen Limax verloren. Ja. In de reguliere competitie. Hè? Er is nog geen wedstrijd geweest waarin het echt om de knikkers ging voor ons. Behalve in de Europa Cup. En daar lagen we na 1 ronde eruit. Dus die geschiedenis, die speelt altijd bij ons mee. En daar werken we keihard aan om die te veranderen. Het is een nieuw jaar, dus we hebben ook een nieuwe manier om dat aan te sturen. Alleen, ja, we moeten het eerst laten zien. Dus wij hebben nog helemaal niks. Breng die geschiedenis druk met zich mee. In de zin van, je schetst het, hè, afgelopen 2 seizoenen hiervoor. 1 seizoen ongeslagen in de reguliere competitie. Vorig seizoen wonnen jullie alles behalve de laatste 4 wedstrijden. Bekerfinale en 3 om de landstitel. Breng dat druk mee in de bestuurskamer. Dat je het gevoel hebt, we moeten heel veel dingen veranderen. Of dat je heel erg analyseert, wat gaat er fout? Nee, kijk, het gaat, als ik het op mezelf betrek, gaat het mijn hele carrière al op die manier. Ik heb ontzettend veel zilveren plakken thuis en een paar gouden, maar veruit meer zilveren. Dus elk seizoen
heb je zoiets van ik wil meer mijn best doen, ik wil het nog beter gaan doen. En daar proberen we altijd alles aan te doen. En aan het eind evalueer je altijd weer door van wat kunnen we dan volgend jaar weer beter doen. En er zijn nu ook dit seizoen een aantal dingen waarvan we zeggen dat moeten we niet laten. Nou, je hebt het aangekondigd als het gaat om transfers. Spelers erbij om te zorgen dat de kwaliteit op de training enorm hoog is. Ja, dat is gewoon iets wat je nooit kan onderschatten. Want daar win je uiteindelijk een seizoen door goed een heel jaar lang hard te trainen met elkaar. En dat het dan in de wedstrijden resultaat gaat opleveren. Ja, want jij maakt het bruggetje. Willen we het nog over hebben, de transfermarkt. Kun jij even schetsen hoe de transfermarkt in Nederland, hoe dat zeg maar in theorie eraan toe gaat? Want er is een deadline, maar die zit aan het eind van deze maand. Hoe doe je dat met clubs onderling, met spelers? Hoe gaat dat in zijn werk? Nou ja, in eerste instantie is al natuurlijk een bijzonder fenomeen in Nederland. Dat er iedereen heeft natuurlijk een overeenkomst met een club. Maar dat zijn geen arbeidscontracten. Dat komt simpelweg omdat er wordt niet genoeg betaald meestal. Er zijn geen sport-CEO's in Nederland die we volgen. Dus dat betekent dat eigenlijk clubs en spelers altijd afspraken met elkaar maken. En dat er een hoop gentlemen's agreements in zitten. Ja, of vrijwilligerscontracten. Of het houdt geen stand, zeg maar, juridisch bedoel je. Nee. Je hebt sowieso in Nederland, als je niet een sport-CEO volgt, heb je een arbeidsovereenkomst. Bij mij, mijn werknemers mogen ook zeggen, ik stop volgende maand met werken. En dan, ja, dat ze dan daarna bij een concurrent gaan werken, dat kan. In sport in Nederland, bij volleybal, is dat eigenlijk hetzelfde. Nou is het wel zo dat het natuurlijk over het algemeen, ook bij een speler natuurlijk, niet erom gaat van ik wil zoveel mogelijk naar een andere club toe. Maar als het kan en als er argumenten zijn, gebeurt dat wel eens. In Nederland werkt het natuurlijk zo dat je tot 1 februari de tijd hebt om nog een overstap te mogen maken. Dan sluit de transfer deadline waarin een nieuwe speler mag ingeschreven worden. Dus dat betekent dat je daarna geen nieuwe spelers bij je team meer mag inschrijven. Behalve medisch, toch? Medische joker. Mag wel nog na die periode? Voor zover ik weet, kennen we dat niet. De afgelopen jaren in ieder geval niet. Dat is toen ook veelvuldig punt van discussie geweest. In België hebben ze dat bijvoorbeeld wel. In Nederland volgens mij niet. Okay. Dan kan dat ook niet meer. En dan moet je het daarmee doen. En jij noemt gentleman's agreement. Je hebt nu Alex Meijs, hebben jullie overgenomen van Prima Donna Kaashuizen. Hoe gaat dat in zijn werk? Dus dat is niet hetzelfde als in het voetbal, dat er een afkoopsom is. Of dat je het contract af moet kopen en jullie nu een afkoopsom aan PDK hebben betaald. Ja, wat er is gebeurd in die situatie is dat ik via een aantal spelers die met hem hebben gespeeld te horen had gekregen dat Alex wilde op zoek gaan naar een stap om te zetten. Dus dan ga je met elkaar in contact komen. Omdat wij om 2 redenen. Ten eerste, we zijn het seizoen begonnen met 1 diagonaal. Met Samuli Keijsersalo. Bewust. Omdat we geen betere diagonaal konden vinden voor het budget wat wij op dat moment over hadden. En altijd in gedachten hebben van, het kan nog in het seizoen. Hè. Je hoeft niet in juli al je team helemaal compleet te hebben. Dat is toen een tijdje niet gekomen. Toen raakte Eddy Felicissimo aan het begin van het seizoen geblesseerd. Dat herstel, dat kreeg een klap. In een wedstrijd gebeurde het weer met zijn knie. Nou, dus toen was voor ons die nood wel hoog. Omdat we, wat ik net zei, op training gewoon niet voldoende kwaliteit hadden qua spelers om dat niveau zo hoog mogelijk te krijgen. Nou, toen ik hoorde dat Alex daar wel voor open zou zijn, heb ik contact met hem gezocht en zijn we in gesprek geraakt. Maar dat hebben we vervolgens uiteindelijk met PDK ook netjes opgelost. Want inderdaad, zij moeten wel op zoek naar een nieuwe speler. En bij een speler, als je een speler haalt, dan zitten daar naast de kosten voor de speler nog een heleboel kosten omheen. Ja. Je moet namelijk iemand inschrijven. Je moet geld betalen als het een buitenlander is aan de bond waar diegene vandaan komt. En dat is ook ontzettend schimmig. De ene bond vraagt de volle map, de andere niet.
Terwijl dat er niet. Ja, daar gaat het om een som, geloof ik, is voor dat Nederlandse bond. Voor andere clubs is het, geloof ik, €3000 wat je betaalt aan de bond. En dat is dan een beetje fee van wij hebben hem opgeleid en hij is speler van onze nationaliteit. En dan moet je die afstaan aan een land, aan een bond. Ja, ja. En jij noemt drie. Vanuit sommige landen die klassificeren Nederland in een bepaalde categorie. Waarin ze zeggen, nou, dat mag wel wat lager zijn, want er wordt niet zoveel betaald. Dus staat het niet in verhouding. Maar we hebben ook nog een jongen uit Tsjechië gehaald. Die vragen gewoon €3.500. Maakt niet uit of je nou naar Nederland of Italië gaat. Okay. Nou, volgens mij verhoudt dat zich niet helemaal tot elkaar. Maar je maakt kosten. Dus wij hebben wel afspraken gemaakt met PDK daarover. Omdat wij ook... dan heb je weer die andere pet. We zijn natuurlijk ook bezig met elkaar, met clubs, om die Eredivisie beter te maken. En dat lukt niet als je alleen maar dat zegt en vervolgens wel alle dingen nog wel een vorm van samenwerking probeert, zodat ze niet met zak en as zodat ook PDK door kan gaan met waar ze mee bezig waren. En die staan een paar jaar eerder natuurlijk dan wij zijn. Maar die hebben wel die ambitie en die zullen dat ook zeker door blijven zetten. Alleen, ja, het is ook topsport. En we hebben ook een doel. En ons doel is natuurlijk uiteindelijk om die prijs te halen. En wat ik net zei, daar moeten we voor doen wat we kunnen. Wat daar binnen past. En wij vonden van beide partijen dat dit er binnen past. Dus. Laatste vraag. Liever de landstitel of de beker dit jaar? Ik wil altijd de landstitel winnen. Liever dan de beker, is mooier. Ja. Harry, ik wil ze liever allebei winnen. Liever allebei. Je moet een van de twee kiezen. Dan kan ik met Liqueurs de handen pakken. Kies jij de landstitel? Nee, ik wil de landstitel. Ah, maakt niet uit. We mogen de beste winnen. Zo is het. Maar je schemert een beetje door finale tegen Dynamo. Historisch gezien is de kans heel klein dat Dynamo de finale niet haalt. Dat klopt. Dat klopt. En dan gaan we naar de Eredivisie, dames. Maar voor dat we dat doen, eerst de TV-challenge. Iedere maand vragen we een Eredivisie-team om een uitdaging te bedenken. Voor deze keer komt het de challenge van de nieuwste aanwinst van Somas Activia. Lieselot Spoormakers, let goed op. Hey kijkers van Tijd voor Volleybal, ik ben Lieselotte de Diagonaal van Somas Activia en dit is de challenge van deze week. Lukt het jou om meer dan 10 keer te jongleren? Stuur dan je filmpje op naar Tijd voor Volleybal en misschien ben jij wel de volleybalschoenen. Denk jij de challenge uit te kunnen voeren en wil je volleybalschoenen van Volleybal Direct of een jaarabonnement op 1000 drills winnen? Stuur dan je filmpje naar onze Instagram @tijdvoorvolleybal of mail ons naar redactie@tijdvoorvolleybal.nl. De Eredivisie dames Harry van der Brink. Weer actief als coach, ditmaal bij Drijsma Dynamo. Vorig jaar nog landskampioen met Friso Sneek. Toen kwam je de last minute bij omdat Vera Koenen afhaakte. Je was bij ons te gast in de seizoensfinale vorig jaar en toen hadden we het over het seizoen 2022 en 23. En de landstitel en te vroeg spraakmaker Peter Blanchet jou het volgende. Waar ga je nou stoppen op je hoogtepunt, Harry? Ja, ik heb één keer dames gedaan, landskampioen. Ja, dan kun je stoppen. 100% dit gaat nooit nog een keer gebeuren. Nee, ik had me vorig jaar al voorgenomen om even te stoppen. In ieder geval een jaartje rust. Nou ja, toen kwam Sneek. Ja. Ja, dat was voor mij wel even zo'n aparte vraag. Daar moest ik echt serieus over nadenken en ben ik dus ingestapt. Daarna zeg je vol overtuiging, volgend jaar neem ik rust. En hier zitten we dan toch weer, trainer, hoofdcoach bij Drijsma Dynamo. Wat was de reden voor jou om toch weer aan de slag te gaan? Nou ja, het jaar is een half jaar geworden. Laten we daar mee beginnen. Het volleybal blijft boeien. En ik heb natuurlijk ook meer tijd gehad, echt ook andere dingen. Ik ben bij een voetbalwedstrijd bezig kijken, want ik ben vroeger ook als voetballer begonnen. En andere dingen gedaan, meer tijd gehad, ook 's avonds rust. Dat was echt lekker. Maar je blijft in het weekend ook wel kijken. Af en toe naar een wedstrijdje toe, heel veel via de livestreams gekeken. En toen kwam de vraag van Dynamo, Jorg die belde mij. Arjen Schimmel was al vertrokken. Jorg had 2 wedstrijden als hoofdcoach opgenomen. En, Jorg Radstaak is was assistent van Arjen Schimmel, nu ook weer assistent. En die nam de honneurs waar. En Jorg die gaf heel duidelijk aan van ja, ik heb niet de ambitie om als hoofdtrainer dat te blijven doen. Ook omdat mijn dochter daarin speelt. Hè. Zijn dochter is spelverdeelster bij ons. En toen zijn we even zitten kletsen. Toen heb ik afgesproken van ik ga de kerstdagen daarover nadenken. En uiteindelijk heb ik toch wel ja gezegd. Omdat ik denk van ja, er staat wel een jonge ploeg meiden waar nog muziek in zit. En
Ja, dat lijkt me wel leuk om weer even mee aan de slag te gaan. Ja, want wat voor team trof je aan? Ja, wat ik zei, een groep jonge meiden. Ik heb nu een klein beetje vergelijkingsmateriaal met Snake natuurlijk. Dat qua leeftijd echt een stuk jonger als bij Snake. En ook qua volleybalervaring. En dat merk je wel vooral de eerste paar trainingen. Volleybalintelligentie zeg ik altijd. Het oplossen van situaties. Daar moet nog veel aan gebeuren. Daar moeten ze echt in situaties komen. We hebben afgelopen zaterdag de eerste wedstrijd gehad tegen Sliedrecht. Die we met 3-2 verloren. En ik denk dat we met 3-1 hadden kunnen winnen. Als we iets meer gochma hadden gehad in het team. En iets meer slimmigheidjes. En op de goede momenten de goede dingen doen. Zover zijn we nog niet. Maar ik hoop daar wel te komen. Dan ben ik nog even benieuwd naar die wedstrijd. Want ik heb zitten kijken. En jullie staan voor. 2-1. Sliedrecht komt terug op serve van Sjaki Donkers. En eigenlijk heeft jouw paasloper het moeilijk op dat moment, dacht maar. Ja. Maurits die krijgt veel ballen, paas blijft hangen, krijgt veel ballen, komt niet tot scoren, slaat uit. Maar jij wacht heel lang met ingrijpen. Waarbij ik eigenlijk denk, misschien zou ze gewisseld moeten worden. Daar komt het commentaar eroverheen. Alleen, jij blijft heel rustig, dat typeert jou. Maar jij neemt geen beslissing op dat moment. Nou, ik neem wel beslissingen. Ik coach je op een andere manier. Ja, of beslissingen om niet te wisselen. Ja, dat zie je niet altijd. En niet wisselen is ook een beslissing natuurlijk, ja. Ik probeer wel aan te geven, ook wat binnen hun mogelijkheden ligt. En van, net even, probeer het even zelf op te lossen in het veld. En daar wil je ook naartoe. En de club die ook de mensen aan de kant, die ook daarin nog moeten groeien. En je merkt ook, we hebben een paar keer een dubbele wissel daarin in gedaan. En dan wordt het spelletje wel iets anders, maar je zet ook wat andere mensen neer. En zeker omdat het jonge meiden zijn, en het is op spannende momenten om ze dan in te brengen, ja, dan moeten ze erin staan. Ja. Nou, dat was aan het begin, hadden we dat in de tweede set hebben we dat ook gedaan. Dat bracht niet helemaal wat het zou moeten brengen, zeg maar. Nou, en uiteindelijk denk ik dat we met het team daar naartoe moeten groeien. Dat we weten van elkaar, wat kunnen we wel en wat kunnen we niet. En het was voor mij ook de eerste wedstrijd dat ik ze echt volle bak bezig zag, zeg maar. En echt live aan het ervaren was van wat kunnen ze niet. En jullie staan op dit moment zevende. Is dat een terechte plek voor het team als je dat inschat qua niveau en dat vergelijkt met de andere teams? Of zit er meer in dan er nu? Ik denk dat het een terechte plek is waar ze staan. Je zei net al over de wedstrijden en je moet ze allemaal spelen. En de punten uiteindelijk krijg je wat je verdient, denk ik. Maar ik denk wel dat er meer in zit. En ik denk wel, de tijd is wel een beetje onze vijand op dit moment. Want we hebben nog maar vier reguliere wedstrijden. Dus ik denk dat we normaal gezien voor de B-pool moeten gaan, zeg maar. Om uiteindelijk nog via de achterdeur, zeg maar, een plaatsje te krijgen. Ja, want we krijgen een A-pool met 4, een B-pool met de rest van de teams. Ja. En als 5-6 kan je het nog halen, want er wordt de kwartfinale gespeeld tussen nummer 3 en 6, 4 en 5. Dus dan kan je alsnog, je zou zesde kunnen eindigen in de reguliere competitie, in de B-pool zitten en alsnog landskampioen kunnen worden. Ja. Dus ik denk, dat is een beetje het scenario wat we in ons hoofd hebben. Want ik denk dat we daar nog heel veel in moeten investeren. En waar leg jij als trainer nu de focus op? Je hebt ze nu een beetje gezien, een beetje geanalyseerd. Waar ben jij nu mee bezig? Vooral met wat ik al zei, met het spelletje bezig zijn en het oplossen vermogen vergroten. En logisch nadenken, maar ook zelf heel goed weten wat we doen en waarom als we het doen. En aan het begin viel heel erg op dat ze deden maar wat. Brengen ballen in en we zien het wel. En aan de andere kant werden we soms verrast door onze eigen spelverdeler. En dan werd er wat gespeeld en ze zeiden, hij gaat ineens die kant op. En was de aanvaller erin klaar voor? Ja, dat zijn kleine dingetjes en dat gebeurt niet altijd bewust, maar dat moet veel beter afgestemd worden. En hoe kijk je naar de rest van de Eredivisie dames? Ja, ik denk dat het spannend is. Snake die staat terecht aan kop, denk ik. Ze hebben de selectie is breder geworden als vorig jaar en ze hebben voldoende kwaliteit om de wedstrijd te winnen. Het gaat ook nog niet altijd even makkelijk, maar ze winnen in ieder geval wel iedere keer. En de rest is allemaal heel dicht bij elkaar. Zwolle maakt een goede indruk. Apollo maakt een goede indruk. Sidoza kruipt er echt tegenaan. Utrecht is een beetje wisselvallig. Dus het wordt nog spannend. Maar hetzelfde als bij de mannen.
Het is nu even zorgen dat je een beetje een leuke plek krijgt. Maar straks gaat het weer om. Vorig jaar werd Utrecht ook het eerste in de competitie bij de dames. En uiteindelijk gingen wij er vandoor met het landskampioenschap. En als je nu kijkt dat Sneek het ook goed doet en nu bovenaan staat. Vind je dat dan jammer? Had je nog graag een jaar doorgegaan? Nee, ik had er echt, ik was er echt aan toe en ik had er echt vrede mee. En ik denk dat Erik het echt prima daar... Erik Meijer, nu de hoofdcoach. Erik Meijer, echt een goede trainer ook daar hebben. En ook goed is voor de club. Hij heeft meer tijd, ook binnen de club, om ook wat meer teams te trainen. En ook op te leiden, zeg maar. Dat had ik niet. Dus ik denk dat dat voor de club heel goed is om het breder te pakken. Ja, en het is goed. Dus ik heb contact gehad met die dames van Sneek. En die zeiden van, oh, leuk dat je er weer wat gaat doen. En kunnen we tegen elkaar? Nou, in de competitie hoeven we niet meer tegen elkaar. Ik zeg, uiteindelijk, als we weer tegen elkaar moeten. Ik zeg, dan hebben wij het goed gedaan in AGD. Dus, dus dat is wel dat is wel mooi. Dat is het wel, ja, leuk. Ik vind dat heel mooi, Harry. Ja. Als ik speelsters van Sneek, die praten met zo'n warm hart over jou. En ook gewoon, jullie hebben een heel tumultueus seizoen natuurlijk gehad. De coach begon, de 9 speelsters. En de invloed die zij schetsen die jij hebt gehad op dat team, dat is wel heel bijzonder om, ja, dat vertellen ze gewoon allemaal. Dat vind ik heel knap dat je dat zo hebt kunnen doen daar. Ja, het was een bijzondere situatie waar je inrolt. En ja, maar wel het idee gehad. En ook gewoon, je kijkt naar kwaliteit. Hè. Pim die heeft net over, ja, je wil die prijzen winnen en je gaat ervoor. Maar je kijkt vooral ook naar wat voor kwaliteiten heb je. En hoe kun je de kwaliteiten op een zo goed mogelijke manier inzetten. En daar moet je aan sleutelen. En gewoon de mensen op de juiste plek zetten. Maar ook investeren in de mensen. Dat je weet van volleybal, hartstikke goed, een gaaf spelletje. Maar zeker bij dames er spelen heel veel dingen daarnaast. En hoe zit je in je vel? Hoe zit je thuis? En als je daar een beetje aandacht voor hebt en met ze kunt kletsen ook. En het mag er ook zijn. En ja, dan heb je daar aandacht nodig. En dan heeft de een een schouderklapje nodig. De ander heeft een schop onder een seconde nodig. En dan gaat het draaien. Laatste vraag. Zou je ooit weer mannen gaan coachen? Die dacht allemaal niet nodig. Ik zeg nooit meer nee. Nee, ik denk geen idee. Het zou maar zo kunnen. Maar ik heb alle jaren met heel veel plezier mannen gecoacht. En in jouw mooie jaar 2012 won ik als coach toen de bekerfinale. Na jullie landskampioenschap. Ja, ja, ja. En dat was ook tegen Pim. Maar... Dus ook daar heb ik goede herinneringen. Okay. Leuk. We gaan de grens over dankzij onze hoofdsponsor Building Retail. Bellen we iedere aflevering met het buitenland Oranje Sterren als Sarah van Halen, Wouter ter Maat, Laura Dijkma, Benny Tuinstra, Nova Maring en bondscoach Felix Kozlowski mochten we al verwelkomen in deze rubriek. En ook deze aflevering hebben we weer een topper. Hi Maarten, welkom in Bellen met het Buitenland. Ik wil het met jou hebben over jouw seizoen in Griekenland, je carrière en tot nu toe en het Nederlands team. Hoe gaat het seizoen bij PAOK tot nu toe? Hey Jeffrey, gaat goed, eigenlijk niet echt. We hebben, ik wou zeggen dat het bij mij wel oké gaat, maar we hebben nu weer 2 potjes verloren. Het is een beetje een chaos bij ons team, ook wel een beetje onverklaarbaar vind ik zelf. We hadden 5 potjes op rij gewonnen. We hadden een moeizame start. Rousseau, onze Belg die bij ons zat, die is geblesseerd geraakt al vroeg. Toen hebben we 4 potjes met de Libo gespeeld. En daarna raakte ook Van de Dries geblesseerd. Dat is onze eerste diagonaal. Dus waren we constant een beetje aan het zoeken van wie gaan we opstellen. En daarna met de jonge diagonaal gespeeld. Dat hebben wij in mijn ogen aardig overleefd. En toen we eigenlijk vorige week weer tegen de grote teams moesten spelen. Toen besloot de club opeens een paar wijzigingen door te voeren. Onze spelverdeler die is opeens uit het team gezet. Een Canadees Blanken, nou, die heeft ook wel eens in Nederland gespeeld nog. En omdat ze iemand vond dat het op het midden eraan schortte. En dus vandaag stond er opeens een Rus bij ons in de kleedkamer. En dat was wel een bijzondere gebeurtenis. En dat zo gaat het hier soms blijkbaar. Hoe zou je de rest van de Griekse volleybalcultuur omschrijven? En ook in vergelijking met de andere landen waar je hebt gespeeld. Italië natuurlijk vele jaren, maar ook een land als Duitsland of een land als Nederland.
Ja, het is eigenlijk totaal niet te vergelijken in mijn ogen. Waar in Nederland, Duitsland, Frankrijk, denk ik, randzaken goed geregeld zijn. Condities voor spelers, communicatie vaak heel goed is. Is het hier, ik zeg niet wat vrijblijvender, alleen er is een hele grote eigen verantwoordelijkheid om te zorgen dat je zelf fit bent, zelf goed speelt. Rondom ook veel zaken zelf oplost in plaats van dat er iemand voor je klaar staat die dat regelt. En daar zie ik een groot verschil. De buitenlanders hebben daar ook wel een grote verantwoordelijkheid in. Daar wordt gewoon veel van verwacht. En als we dan teruggaan naar, je noemt Italië en je hebt daar bij topclubs als Trentino en Modena gespeeld. Je hebt heel veel ervaring op zak, al heel veel jaren op het hoogste niveau. Nederlands team natuurlijk ook. Wat heb je uit die twee seizoenen bij die clubs meegenomen waar jij nu als speler veel aan hebt? Nou, wat ik vooral bij die grote clubs wel, denk ik, geleerd heb. En de situaties zijn moeilijk te vergelijken, maar er is een bepaald verwachtingspatroon. Dus hier proberen we ook om voor de prijzen te gaan. En als dat dan minder gaat of niet lukt of je verliest een paar wedstrijden, dan de manier hoe daarmee om wordt gegaan is wel heel belangrijk in mijn ogen. En wat ik fijn vond bij die grote clubs, is dat de spelers en mensen onder het team waren die die spraken wel uit van, het kan niet twee keer meer duren voordat het op de rails is. Maar wel koppen bij elkaar, hard trainen. Gewoon echt gewoon een paar stappen erop en niet denken van, het ligt ergens anders aan. Spelers als Bruno en Giannelli bijvoorbeeld, die waren toen de aanvoerders. Die gingen echt voorop in de strijd. Die zeiden van, dit en dit moet beter en dat moeten we van elkaar eisen. En hier probeer ik samen met wat andere jongens een beetje dat voorbeeld te geven. Dus dat neem ik mee. En dat lukt niet altijd. Want hier is de mentaliteit ook wel wat anders. Durf ik te zeggen. Maar dat is wel iets wat ik geleerd heb. En mee heb genomen van Italië. Ja. Het hele gesprek en al onze exclusieve content zijn beschikbaar voor onze petjeaffers. Voor een donatie naar keuze krijg je toegang tot al onze exclusieve content. Ga naar petjeaf.com/tijdvoorvolleybal. Als laatste Pim, Jorik en Harry. Waar kijken jullie naar uit de komende periode? Pim? Ja, ik kan niet wachten tot het om de knikkers gaat. Dus, die reguliere competitie in de kast. Bekerpotjes. Gaat het om. Oh ja, en natuurlijk niet te vergeten zondag, hè? Heren 1 tegen Heren 2 in Doetinchem. Dus, voor de beker. Ja, volle zalen, denk ik. Leuk. Harry, waar kijk jij daaruit? Ja, ik zie vooral uit naar de groei van een team. Van Dynamo. Van Dynamo, ja. Leuk, we gaan het zou mooi zijn als je inderdaad wel uiteindelijk tegen Sneek weer uitkomt. Ja. Oké, Jorik, wat staat er op de planning? Nou, wij gaan over een klein maandje op trainingsstage naar het zonnige Tenerife. Dit warme, koude land, sorry, ontvluchten. Dus daar kijk ik wel enorm naar uit, moet ik zeggen. Ah, lekker. Bedankt dat jullie bij ons zijn aangeschoven, Jorik, Harry en Pim. En jij bedankt dat je tijd hebt gemaakt voor volleybal. Over 2 weken zijn we gewoon weer, zoals altijd, op dinsdag. Abonneer je nog even op ons YouTube-kanaal, dan ontvang je onze eerste video's. Oh, shit. Maak ik 1 fout, verdomme, aan het eind. Abonneer je even op ons YouTube-kanaal, dan ontvang je onze nieuwste video's als eerste. Bedankt voor het kijken, blijf ballen en tot de volgende.